Vanuit OS Clevia staan we hier in de drukte, want ook de president van de Republiek Suriname brengt zijn stem uit vandaag samen met First Lady Ingrid Boutersen-Waldering. Was in de delegatie van de president arriveren voor de poort van de school. En GovTV heeft dit alles voor u vastgelegd, zodat u ook een beeld heeft van hoe het allemaal is gedaan. En terwijl u kijkt en luistert naar deze uitzending, is het 18 minuten over 7. Dat wil zeggen dat de dag der stemming 18 minuten oud is. Politieke strijd wordt. En dat het volk zal spreken. Ja, zit de winst er volgens u weer in, denkt u? U hebt geen geduld. Wie gaat u stemmen, president? Voor wie denkt u dat ik ga stemmen? Het is vandaag zo te zijn dat u op jezelf stemt. U bent vandaag vroeg op de been. Ja, we zijn op tijd. Gaat het veld in straks? Jawel. Hallo. En de president loopt nu richting het stemlokaal. Het is stembureau nummer 1, de OS Clevia. En de president wordt omringd door zijn beveiliging, maar natuurlijk ook de pers die het belangrijk moment niet willen missen. Voor Suriname, het is een heel belangrijk moment voor ons allen, omdat het een periode, afsluitende periode gaat inluiden, waar het volk zo soeverein de wereld wat betekent dit voor de democratie, tot slot? Nou, ik denk dat alles voor de democratie betekent in die zin dat we er alles aan doen om het democratische recht van de mensen daadwerkelijk te doen beleven. En dat zij bepalen wat er gaat komen de komende 5 jaar. Dank u wel. En de president maakt zich klaar om het stemlokaal binnen te wandelen. Ook de First Lady heeft zich intussen aangemeld. En zij gaan dus één voor één het stemlokaal binnen om hun stem uit te brengen. En we zien dus dit alles via GovTV op kanaal 8.3. Een compleet uitgebreid verslag waarbij de president van de Republiek Suriname zijn stem heeft uitgebracht of bezig is zijn stem uit te brengen. Dit zijn toch mooie momenten. Ik heb altijd van de verkiezingen genoten, omdat dit het moment is waar alle partijen gewoon broederlijk naast elkaar staan om mensen te overhalen op hun partij of kandidaat te stemmen. En u ziet het ook, hoewel het nog een beetje vroeg is, is de drukte er al aardig in bij stembureau nummer 1, de OS Clevia. De gegevens van de president worden gecheckt, ook de First Lady. Het stembureau, de leden van het stembureau die checken alles. Met inachtneming deze keer van de COVID-19 regels. En er is zoveel belangstelling voor dit moment dat een heleboel mediahuizen live gaan. En u ziet dit mooi verslag op het Nationaal Informatie Instituut. De gegevens worden gecontroleerd. Het is de bedoeling dat wanneer het stembureau de gegevens goed heeft bevonden, dat de kiezer dan naar het stemhokje loopt. En deze keer gaat de vinger niet in het inktpotje, zoals aangegeven door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar vanwege dus de COVID-19 regels wordt dat nu anders gedaan. De vinger van de kiezer die wordt gekleurd door het stembureau. President Boutersen loopt naar het hokje, waar hij denk ik ruim een minuutje nodig zal hebben
om zijn burgerplicht te vervullen. Terwijl de president in het stemhokje is, worden de gegevens van de First Lady gecontroleerd. De president kleurt al. Dat geeft aan dat zijn gegevens goed zijn bevonden door het stembureau. En ook de gegevens van de First Lady zijn dus oké. Dat wil zeggen dat ze dan zometeen ook in een van de stemhokjes gaat om haar stem uit te brengen. De sympathisanten van de partij waartoe de president behoort, die schreeuwen af en toe big up, big up. Maar dat mag dus. Hoort ook af en toe wat geluiden van andere partijen. Het gaat er allemaal heel netjes aan hier. Te OS Clevia. Dit is dus de school waar de president zijn stem uitbrengt. Dat was ook bij de vorige verkiezingen het geval. De president heeft er deze keer voor gekozen om heel vroeg zijn stem uit te brengen. De First Lady die loopt dus naar het stemhokje en gaat dus ook haar burgerplicht vervullen. Heel veel belangstelling voor dit moment. Altijd veel belangstelling wanneer presidenten hun stem gaan uitbrengen op de dag van de verkiezing. En later hebben we ook nog het verslag waarbij de vicepresident van de Republiek Suriname, de heer Michael Ashwin Adin, zijn stem zal uitbrengen. U ziet ook een verslag waar DNA-voorzitter mevrouw Jennifer Geerling-Simons haar stem zal uitbrengen. En natuurlijk ook krijgt u het verslag van hoe burgers zich allemaal gedragen bij het stembus, bij de stembus, pardon. En wij leggen dit allemaal voor u vast. We zien dus dat de president naar de stembus loopt om zijn stembriefje in de bus te deponeren. Dit alles ziet u via GovTV kanaal 8.3. De pers vraagt naar een mooi moment om vast te leggen en dat gebeurt ook. En de president doet zijn stembriefje. Het witte stembriefje is het biljetje voor de verkiezing van de leden van de resortraad. En het blauwe biljet is voor de verkiezing van de leden voor DNA. De president heeft zijn deel gedaan en verlaat nu het stemlokaal. En kijken of we nog een reactie kunnen krijgen van de president. Wat is voor u om uw stem niet te mogen uitbrengen? Wat gevoel heeft u? Dat is een normale zaak als we onze burgerplicht vervullen, toch? Voor u speciaal als president? We zijn gewoon alleen maar proberen ons vast te houden aan de vastgemeende, aan de vastgestelde termijnen. Ja, dat is geweldig, ik denk. Yes? Het is wel bijzonder belangrijk. Welke partij heeft u gestemd? Vorige keer heeft u op een kort gestemd, had u gezegd. Heeft u dit keer op uzelf gestemd? Of wie? Vorige keer had u gezegd dat u op een kort gestemd had gestemd. Heeft u dit keer op uzelf gestemd? Ik heb op pro gestemd. Waarom? Beste vrienden. Zijn vrienden van me. Waarom pro? Zijn vrienden van ons. We zijn pro alles toch. Wij zijn pro voor, pro forma. Zo. President. Helaas is paars, kan niet helpen. Ja. Ik heb het niet paars gemaakt. Succes allemaal, eigenlijk. En ook succes. Hier wordt het programma gezegd, maar ze brengen me wel ergens in nu. Oké, en wat gaat u dan doen? Zoals
power Natuurlijk, het werk van een president is niet eenvoudig, heel veel verplichtingen. Dus ziet dan de president en de first lady wegrijden. En u kijkt nog naar een reportage van GovTV op kanaal 8.3. Minister Bigley, gaat u weg? Even 2 minuten voor NEE. Minister, nou een belangrijk dag gisteren lang. Van u schrijft eigenlijk hoe het hoort is. Dit is nou een echt Prins Pari Day. En zo'n sabi is dat om nom ta ozo. Om stem, bij kan nou een rij, maar ook toe aan pregi. Dat je go stem en dat je gieuw sting. No zomaar dat was maar païf go stem op een bepaald partij. Nee, we betekenen maar jongen is dit ook hier en wees no one's man otaka ngai goere, want na you stem. En te ye go dem luku boom. Suma uroko ji, suma egi kans, suma sa chara kondre moro betre. Tak alles ma, ongeacht ras, kleur, cultuur, geloof, ongeacht suma den sma de kan cha ad ontwikkeling go moro fara. En dat de wan belangrijk ingrediënt die de want if ukis verdeeldheid an o bunji un kondre. En lek wan umaf sranang, lek wan pchinfa doti, dan mi e bribi, dat het idee was een vaarlijk mooi uitslag kon. En los daarvan, onom denk ik dat het is zo geweldig om dat gado tangi te kushadi. Minister, je potisteng baf tide? No, dus mi kon join president, maar mi stem wan trapresi, dan mo go stem no. Een beetje vooruitlopend, minister, zou je even verwacht, net die euro? Ik verwacht een overwinning die regerende coalitie, zeker die NDP-partij. Maar ook toe verwacht dat Sranansa Shi voor true aan wanneer voor het volk, voor Godoro. En ik heb dat, want ik denk dat ja, dit is nog een boom, dat is nog een boom. Maar je kijkt naar de balans, je maakt een balans op dat je moet staan. Im luku boon tak sana de moro boon sani en altijd boon sa win ogri. Unom luku ogri, boon e win ogri. Licht verdrijft duisternis en luku gi licht. Dat te ushi al licht, dat we stem. Dus mekaar ala jongwang, mekaar ala oruwang, wins fa afara, wins fa aluku moeilijk, wins alleen fadom chinso te ki prasoro go stem. Want op je stem van Nodu voor Chara Kondre ETV-Viari. Oké, minister Lobby. Yes.